jongens, Groen van DVNL met een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier in mijn nieuwe huis in Almere Haven. Zoals jullie misschien op bank hebben gezien, zijn we verhuisd met 4 bankzitters. Namelijk met Rob, Raoul, Matty en de DNP Master. Oftewel ik, jawel. We gaan super veel vette video's maken in het huis. Ik ben super hyped. Hoop ik zien jullie ook hyped. Ben je hyped? Laat een duimpje omhoog. 5000 likes allemaal top zijn. Dan win je deze beker. Bij iemand met 5000 likes win deze beker waar ik aan Abonneer ook op mijn kanaal, kan naar beneden, abonneer even, we gaan richting de 500.000, nee dat is niet waar. Langzaam maar zeker richting de 300.000 abonnees, nog eventjes, het duurt nog eventjes. In ieder geval, ik kreeg de vraag van iemand op Instagram, want ja, zonder FIFA, ik moet zeggen, sommige video's zijn even lastig, want ja, om constant reageervideo's te maken is ook zo lastig. Iemand zei, Koen, kan je dit? En toen zei ik wat, en toen zei hij, ik heb hier een site voor, er zijn allemaal moeilijke raadsels op en ik denk dat je het niet kan, want die doet altijd alsof je fucking slim bent, maar je hebt school niet afgemaakt. Ten eerste, ik studeer nog steeds aan de Erasmus, ik ben helemaal niet van de Erasmus gekikt. Het is een grap, het is een fout, mensen denken dat het een fout is, het is een fout. Het was wel even, dat leek dat ik afgestuurd werd, maar het was niet het geval. Dus geen zorgen mensen, ik studeer nog steeds. Tweede ben ik fucking geniaal. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Hartstikke geniaal, helemaal niks mis mee. Dan gaan we al deze raadsels oplossen en waarschijnlijk is het nog makkelijk ook. Frank en Suzanne hebben 6 kinderen. Donald, Rebecca, Mieke, Fabian, Solina en Lara. Suzanne is zwanger van het 7e kind, een meisje. Frank en Suzanne hebben voor een naam uitgezocht die bij andere namen past. Wat zou de naam zijn van het 7e kind? Jessica, Karin, Abby of Silke? Wat? Doe vooral mee in de comments, mensen. Ik ben benieuwd wat jullie ervan denken. Wat zal de naam zijn van het 7e kind? Donald, Rebecca, Mieke, van... We hebben 6 kinderen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dit is sowieso even niks te maken met die naam, maar het is even een... Ah, ik weet het niet. Hoe kan ik de eerste al niet weten? Holy shit. Dit is zo'n standaard, want ik heb het al wel eens gezien. Ik weet het niet. Antwoord, klik hier. Silke. Het patroon en kindnaam is Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ja, dat is een muziekvraag. Dat is natuurlijk bullshit. De eerste fout, mensen. What the fuck? De volgende. Fascinerend fruit. Appel is 2 plus 2 is 4. Banaan is 2 plus 4. Dus een banaan is 4. Banaan... Oh, wacht. Het zijn 4 bananen. Heb ik pen en papier. Pen en papier. Pen, papier. A few moments later. Mensen, pen en papier is binnen. Pen en papier is binnen. Dan hebben we appel. Appel is 2. Banaan is 1. Want 1 banaan is 1. En zijn 4 zijn 5 bananen. Hè? Nee, het zijn dat ook 3 bananen? Daarachter, dat kan je niet zien. Laten we zeggen, dat zijn 6 bananen, dus banaan een half. 4, 6, ja, dat kan nooit. Dat kan nooit. Dit is echt een kutvraag. Want die bananen, want die appel is sowieso 2. Die bananen moet 4 zijn. Maar dat zijn meerdere bananen. Het lijkt wel op 6 bananen, maar dan heb je een 0,8 banaan of zo. Voor de mensen die dit nu echt de pet erboven gaat. Ja, sorry. Want dat kan trouwens wel 4. Kan natuurlijk wel. Banaan is dan 4, die 6 bananen. Dan is 3 bananen is 2. Dus het is dan 2 plus 6, 8. Want dit is 2 en dan die... Kersen, 2 kersen is 8, dus 1 kers is 4. Nee, is 3. Ja, 1 kers is 3. Dan hebben we appel, dat is dan 2. Plus normale banaan is ook 2. Keer 3 kersen. Kers was 3, dus dat is 9. Is, dan doe je 2 keer 9, is 18. Plus 2 is 20. 20. Keihard winnen, mensen. Let's go. Hadden jullie deze goed? Laat even achter in de comments. In een ver land woonde ooit een slimme en dappere prins Paul. Yo, kingelijk! Op een zekere dag hoorde hij dat prinses Petra ontvoerd was. Ontvoerd, arme Petra, ontvoerd. En dat ze gevangen gehouden werden in kasteel Ammersoyen. Hij bedacht zich geen moment, sprong op zijn paard en reed naar het kasteel. Paul, jongen, wat een wereldfan ben je ook. Bij het kasteel aangekomen zag hij dat een brede slotgang om het kasteel lag. Verder zag hij het lege landschap om het kasteel alleen 2 planken liggen. Hij ontdekte echt dat beide planken net zo kort waren aan de breedte van de slotkant. Dus tekort kwamen over de slotgracht te leggen. Hoe kon slimme prins Paul toch een brug maken over de slotgracht met alleen deze 2 planken? Hij maakte ze aan elkaar vast, die 2. En zo kan hij er overheen, toch? Of hij zwemt gewoon. Ik denk dat hij maakt ze aan elkaar vast. Oh. Ja. Oh ja, want aan elkaar vast kan zeker niet, want dan zakt hij in. Hij heeft natuurlijk geen touw mee of zo. Waarom heeft prins Paul nou weer geen touw mee? Klote prins Paul. Dit past ook net, hè? Dit laat ik ook niet leggen. Als dit... That you, you had your... De vraag. Wat is het nummer van het vak op de auto geparkeerd staat? 16, 6, 68, 88, 98. Wat? Even kijken, je hebt 16, dan heb je min 10. Dit is echt een stuk moeilijker dan ik verwacht had. Mensen, ik dacht dat ik slim was, maar ik ben blijkbaar ben ik koude dom. Ik snap er geen reet van. Ben ik de slimste mens van Nederland? Ik denk het niet. Ik wil een hint. Geef me een hint. Kijk, het probleem is van de andere kant. 89, 88, 86, 60, 61. 89, 88, 8, 9. Oh! Ik moet er omdraaien! 86, 87, 88, 89, 90, 91. In de edit kan je het makkelijker omdraaien, dan is het easy. Het is 87. 87, jawel, easy. Makkie, was ik echt goed in. Kraan en vaten. Het water stroomt. Het water van de kraan stroomt in vat A. Welk vat zal het eerst helemaal gevuld zijn? Oké, dan gaan we even kijken. C, daar kan het in. Dat is vrij snel gevuld. Maar eerst gaat het naar B. Vanuit B gaat het niet naar E, want er kan niks komen. Dus E en G vallen af, want dit zit vast. Dus daar kan niks in. Het kan wel naar F. Ik denk dat F als eerst. F is laag. Dus dit helemaal. Dit zit dan vol. Dan gaat het naar F. Kan hier, hè? Hier kan het door, hier kan het door, ja. En F kan het ook. Door, dus F. F als eerst. F. C. Het wordt hierdoor tegengehouden. Wat is dit nou voor onzin? Waar staat dat nou weer op? Dit is zo'n onzin. Holy shit. Dit slaat echt nergens op.
Dit staat echt helemaal nergens op. Wat een ongelofelijke onzin. Wat een ongelofelijke bullshitvraag. Dit is echt een ongelofelijke bullshitvraag. Ik heb moeilijkere vragen nodig. We gaan naar 3 sterren. Ik wil een 3 sterren vraag. Op het onderstaande plaatje zie je 13 mensen. Op de knop start klikt, verschuiven 2 delen van het plaatje. Er zijn maar 12 mensen te zien in het plaatje. Hoe is dit mogelijk? 13 mensen. Oké. Weet ik veel, broer. Dit is echt moeilijk. Oké, het zal allemaal wel. Wat een kutvraag. Het is altijd 1 tot 6. Het is altijd 15 tot 20. Het is altijd 5. Maar het is nooit 21, tenzij het vliegt. De wortel... Kijk, het is altijd 1 tot 6, een dobbelsteen. Altijd 5 tot 20. 15 tot 20, dat is... Nee, het is altijd 5. Dat vind ik raar als het ook altijd 1 tot 6 is. Het is nooit 21. Wat is dit? Tafel van... Als het vliegt is ook niet 21. Dat staat nergens op. Ah, dat is zo moeilijk. Ah. Ik denk gewoon nooit dat het een dobbelsteen is. Het moet wel een dobbelsteen zijn. Het antwoord is een dobbelsteen. Jawel, een uitleg. Het is altijd 1 tot 6 getallen op de zijde van de dobbelsteen. Ja, logisch. 5 tot 20, de som van de zichtbare zijde van de dobbelsteen dat hij tot rust gekomen aan worp. 5. Het aantal zichtbare zijden van de dobbelsteen als hij ligt, oké. Nooit 21. Het kan nooit 21 zijn, behalve als hij vliegt. Wat een moeilijke vraag, holy shit. Mensen, ik weet niet of jullie het weten, maar dit is echt een stuk moeilijker dan ik verwacht had. Als jullie nog andere leuke puzzelsites hebben die misschien wat minder moeilijk zijn, laat het vooral achter in de comments, want dit is echt niet te doen. Ik ga even naar eenvoudige puzzels. 1-ster puzzel, kijk, dit is meer voor mij. Lange landers. Gegeven, Rob is langer dan Edwin. Nou, dit is sowieso bullshit, want Rob is echt fucking klein. Edwin is een lilliputter. En Jurgen is korter dan Rob. Een van de volgende stellingen weet dat zeker dat hij juist is. Edwin is langer dan Jurgen. Nee, dat hoeft niet, want ze zijn allebei kleiner dan Rob. Jurgen is langer dan Edwin, weten we ook niet. C. Dus antwoord C. Want je weet niet, ze zijn allebei kleiner dan Rob. En het antwoord is... C. Ja. Ik vind het leuk, mensen. Dit is makkelijker. In de klas van juffrouw Miranda zitten 11 kinderen. Juffrouw Miranda heeft een schaal met 11 appels. Juffrouw Miranda wil de 11 appels verdelen over de kinderen uit haar klas. Ieder kind dat eigenlijk een appel heeft, maar toch 1 appel in de schaal ligt. Kun je juffrouw Miranda helpen? 1 kind uit de klas sturen. Dan zijn er nog maar 10 kinderen. 1 kind... uit het raam gooien, doodmaken. Zoiets zou ik doen. Zo zou ik Miranda helpen. 10 kinderen krijgen een losse appel. En de 11e krijgt een schaal met daarin een appel. Jezus, wat flauw. Gadverdamme. Als iemand in de Tour de France de 2e inhaalt, hoeveelste is hij dan? De 2e. Want hij haalt de 2e in, dus dan is hij zelf de 2e. Easy. De armen hebben het, de rijken hebben het nodig. Maar als je het eet, dan ga je dood. Wat is het? Olie. Niets. De armen hebben het, die hebben niets. De rijken... Nee, de armen... De armen hebben het, de rijken hebben het nodig. Oh, de rijken hebben niets nodig. Als je het eet, ga je dood. Als je niet eet, ga je dood. Jules en Vincent zijn broers. We zijn geboren binnen hetzelfde uur, zegt Jules. Op dezelfde dag van het jaar, Maartje, Vincent, we zijn geen tweeling. We zijn geboren door Beert en Vincent op dezelfde dag van hetzelfde jaar. Kan ze niet een ander jaar geboren zijn? Zijn hetzelfde jaar geboren? Andere maand geboren. Jules en Vincent zijn van een drieling en vierling. Hieronder staan een aantal beweringen. Precies 1 van deze beweringen is onwaar. Precies 2 van deze beweringen zijn onwaar. Precies 3 van deze beweringen zijn onwaar. Precies 4, dat is niet waar. Dat is allemaal niet waar. Precies 9 van deze beweringen zijn onwaar. Dat is waar. Die 9 is waar. Want de andere 9 zijn niet waar. Dus 9 is waar. Dat speel ik er allemaal tegen. Kan maar 1 bewering waar zijn. Dat zou betekenen dat bewering 10 wel waar is. Want deze wat ik opleef, dat betekent dat er 9 beweringen onwaar moeten zijn. Dat alleen bewering 9 waar is. Dank u! Toen Rebecca jarig was in het jaar 2000, werd ze 8 jaar. Rebecca is inmiddels 19 en misschien wel lekker. Toen Rebecca jarig was in het jaar 2000, werd ze 8 jaar. Ze is echt geboren in het jaar 2008. Hoe kan dit? Ja, maar dit slaat nergens op. Er zit geen logica achter. Dit is echt bullshit. Dit heeft niks met algemene kennis te maken. Wat is het antwoord hierop? Het is sowieso een kut antwoord. Ze is geboren in 2008 voor Christus. Oh mijn god, dit geeft me snoen. Alsof toen Rebecca al een normale naam was. Ik dacht het ook niet. Na een ontmoeting met een kwaadaardige tovenaar. Ontdek je dat je... Omdat je dat je bevindt op een viersprong in het midden van een donker woud. Een wegwijzer vertelt je dat het woud 4 uitgangen heeft. Noord, zuid. In het noorden is een gigantisch moeras vol met krokodillen. Waaruit nooit iemand is gestapt. In het westen ligt een ravijn dat zo breed is dat je zelf met een touw de overkant niet kunt bereiken. Zuiden zijn 3 enorme leeuwen die al 3 maanden niks gegeten hebben. In het oosten ligt een gigantische berg die te steil is en te hoog om overheen te klimmen. Welke kant ga je ontsnappen uit het woud? Een donker woud. Er zijn geen leeuwen in een woud. Er zijn geen leeuwen in een woud. Dat is nep. Naar het zuiden. Leeuwen die 3 maanden niks gegeten hebben, zijn ze dood. Oké, dat is best slim. Ja! Kom eraan. Nou mensen, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop jullie het leuk vonden. Ja. Doe een duimpje omhoog. Ik heb een raadsel voor je. Na een ontmoeting met een kwaadaardige tovenaar, ontdek je dat je je bevindt op een viersprong in het midden van een donker woud. Een wegwijzer vertelt je dat het woud 4 uitgangen heeft. Noord, zuid, oost en west. In het noorden is een moeras vol met krokodillen. Waaruit nog nooit, ik weet ontsnapt, nog nooit. In het westen ligt een ravijn zo breed als Rob. Dat je zelf met een touw de overkant niet kunt bereiken. In het zuiden zijn er 3 enorme leeuwen die al 3 maanden niets gegeten hebben. In het oosten ligt een gigantische berg die te steil en te hoog is om overheen te klimmen. Welke kant ga je om te ontsnappen uit het woud? Noord, oost, zuid of west? Kwaadaardige tovenaar, dus die gooit op mij wel via een andere uitweg. Nee, je moet kiezen. Noord, oost, zuid of west. Eén daarvan is goed. Het antwoord is via het zuiden. Want als 3 enorme leeuwen 3 maanden niet gegeten hebben, zijn ze dood. Dankjewel voor het kijken. Dit is een beetje een pubquiz. Ja, daarom. De groeten. Holy
shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn time was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit ze zelf voor op FIFA en ging onderweg een tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbel in. Zij koersen laag, ben ik erbij en leg ik dubbel in. En laat mijn saldo bouncen, al mijn euro's doen aan bubbel in.